En de stichting buurtorganisatie Latour Stubila is vandaag begonnen met een project voor het stimuleren van de bewustwording van gendergelijkheid. Virgie Miles, de coördinator van het project, zegt dat er in het resort veel genderongelijkheid voorkomt. En de bedoeling is dat wij onze jongeren hier, onze vrijwilligers, gaan bijscholen en kennis gaan bijbrengen. Ik moet je vertellen dat Stubila natuurlijk een buurthuis is in Stubila, in Latour. En we verrichten buurtwerkzaamheden. Het werk dat hier wordt gedaan, gebeurt voornamelijk door vrijwilligers. Dat zijn jonge medewerkers van Stubila. En ze worden regelmatig geconfronteerd met aspecten die gendergerelateerd zijn. Wat wij in deze willen doen, we houden natuurlijk onze dienstverlening zo kwalitatief en zo goed mogelijk. En we willen ervoor zorgen dat dat ook gebeurt bij de dienstverlening die onze jongeren verzorgen of geven aan de gemeenschap die hier komt. Vanuit wij hebben gezegd, we gaan ze bijscholen op dit gebied. Mal zegt dat er ook jongeren van Flora, Lelydorp en andere buurten interesse hebben getoond in het project. Het project is opgedeeld in sessies die de komende 6 maanden uitgevoerd zullen worden. Er zijn ongeveer 30 jongeren tussen 16 en 24 jaar die meedoen aan het geheel. We gaan ervan uit, mensen hebben recht op informatie en wij geven ze die informatie. We zijn met het idee gekomen iets te doen met gender. Natuurlijk vanwege de ongelijkheid die wij hier zijn tegengekomen. Maar natuurlijk, we willen onze mensen bijscholen omtrent dit aspect. We beginnen natuurlijk in november en we gaan door tot en met april. Vandaag is de infosessie, slash dus de launch van het project. De bedoeling is dat we 1 keer per maand een activiteit doen en dat we eindigen in april met de certificaatuitreiking. Maals geeft aan dat de onderwerpen van de sessies zeker zullen voldoen aan de behoeften van de jongeren. Dat blijkt uit gegevens van het meldpunt dat in 2016 is ingesteld. En bij dit meldpunt is ieder terecht om te praten over allerhande problemen zoals buurtveiligheid of gezinsproblemen.